Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Digna, de visser. We zijn nu bij Salon Dignity in Middelburg, Lange Noordstraat. Een kapsalon. Ik ben eigenaresse. Nou, we zijn een kapsalon, dus wij knippen en verven, kleuren het haar, feunen het haar van mensen. Dat is eigenlijk alles qua diensten, ja. Nou, wij gebruiken dus natuurlijke producten. Dus alles wat we gebruiken bestaat uit 100% natuurlijke producten. Dus we kleuren het haar met planten. Die zijn gedroogde planten, die worden gemalen en gedroogd. En wij mengen ze dan met gekookt water en appelazijn. Dat is alles waar we mee kleuren. En alle producten, die styling producten en shampoos, bestaan allemaal uit natuurlijke ingrediënten. Dus niks chemisch. Misschien wat uitbreiden, dus ik ben op zoek naar een kapper, dus iets uitbreiden, meer kapper bij en ik wil maar net dat we 2 jaar op deze locatie, dus we blijven sowieso, is het wel hier denk ik. En voor de rest, ik heb niet echt er moet echt iets heel erg veranderen met wat tevreden hoe het nu is. Ja? Ik heb eerst 8 jaar op andere locatie gezeten en nu hier en dat is eigenlijk wel gewoon een goede plek. Dus ik heb hier echt ja, een hele grote andere toekomstplan over kiezen. Dat is van mijn naam. Ik heet dus Digna. En Digna is afgeleid van dignity. Dat betekent waardig. En ik vond het een mooie betekenis. Dus alles wat we hier doen, doen we met waarde. En dan aan de hand van mijn naam. Dus dat is de herkomst. Nou, dat is dus zaken knippen en kleuren en producten verkopen en toen ik eigenaresse ben, daarnaast thuis nog allerlei dingen organiseren en nieuwe producten zoeken die goed zijn en nieuwe dingetjes bedenken of het iets anders kan wat de ondernemer doet. Nou, ik heb dus eigenlijk geen personeel, dus we zijn allemaal zelfstandigen die hier werken. Dus ik wil liever niet met personeel werken, maar met zelfstandigen. Dus de mensen die hier werken zijn allemaal zzp'ers. En die huren bij mij een stoel. En de rest wat ze werken en wat ze verdienen is voor hun. Dus daardoor heb ik minder risico. Hè, want anders zit ik met personeel vast. En als iemand ziek wordt, dan is dat heel veel risico voor mij. En de kapster die hier werkt, die verdienen iets meer. En die hebben iets meer verantwoording. En, ja, het is fijner werken, zeg maar, omdat we meerdere collega's zijn dan dat we echt baas-personeelverhouding hebben. Dat vind ik vooral zelf wel fijn. Bedrijfseitjes, zoals je bij, ik weet niet of je precies, maar bij grote bedrijven hebben ze dan vakanties en zo. Nou, dat zou ik zeggen willen, alleen daar komt er dan niet zoveel van. We gaan vaak, vooral vaak kopjes koffie drinken in de stad. Dat zijn bedrijfseitjes toch? Leuke kansen zijn er wel een heleboel. Ik vind het vooral leuk om met mensen te werken. Heel veel mensen, verschillende mensen komen hier die je ontmoet. En je bent creatief doordat je natuurlijk haar op een creatieve manier kan doen. Ik werk dan dus eigenlijk al een beetje mijn passie privé. Omdat het dus alles natuurlijk is. En dat doe ik thuis ook. Dus dat is eigenlijk ook wat ik leuk vind. Dat is het, denk ik, ja. Ik knip dus wel vaak mezelf mijn haar. Is dat moeilijk? Nee, dat valt wel mee, want ik doe het heel lang. Dus ik doe dat al vanaf mijn school kom. Dus dat is wel 15 jaar, denk ik. Ik knip mijn haar zelf. En als soms heb ik collega, maar ik knip het wel ook heel vaak thuis gewoon zelf. Ja, waar zijn we? Bij de Jamin in Middelburg. Samen met mevrouw Eigenaar van de winkel. Voornamelijk wel. Deels wordt zeg maar door Jamin aangestuurd. Zoals bijvoorbeeld Japans soep, Amerikaans soep. Dan krijgen wij eens in zoveel tijd bepaalde producten aangeboden. En dan maken wij zelf een selectie uit. Gaat het verkopen in Zeeland. Zeeland is net even iets ander markt dan bijvoorbeeld het westen van het land. Amsterdam, Rotterdam, die kant. Maar ja, we hebben daar wel een eigen keuze in. Ja, het schepsnoep eigenlijk echt een bepaald soort snoepje. Ik denk niet dat het echt is. Ja,
Twee jaar geleden hebben we wel een hele hype gehad met Bean Boozled. De Jelly Bean, kun je misschien wel. Dat was toen in dat jaar eigenlijk zeg maar wel het meeste verkochte snoep. Nou, het algemeen gaat eigenlijk al een schepsnoep een beetje gelijk op ja, met uitzicht. Dus, nou, we hebben 220 verschillende soorten schepsnoep eigenlijk, zeg maar. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk nog wat voorgepakt soorten. Ja, ik denk dat je om en bij de 300-400 soorten uitkomt. Nee hoor, nee, doe één keer per jaar. Ik vind het meer dan zat. Eén keer per jaar doe ik balans en de rest gaat eigenlijk allemaal via de kassas. Ja, weet je, er valt snoep op de grond. Dat wordt eigenlijk wordt dat door ons verzameld. Wordt één keer in de week wordt dat gewogen en wordt weggegooid. Dus daar hebben wij altijd wel een bepaalde kijk op wat er dan derving noemen ze dat dan is. Ja, dan wordt er natuurlijk ook wel snoep genuttigd. Daar heb je natuurlijk minder kijk op. Maar ja, kilo tot 2 kilo per week, ik kan er niet ver naast zitten. Nee. Ja, ja. Om eerlijk te zeggen, niet. Nee. Oké. Ik heb meer een zwak voor ijsjes, vind ik lekkerder. Maar snoep kan ik heel goed, maar blijven. Puur chocolaatje vind ik wel eens lekker. Voor de rest. Dagelijks. Ja. Ja. Weet je, we snappen de verleiding, snappen wij natuurlijk heel goed. Maar blij worden we er niet echt van, hè? Want ja, je hebt ook met hygiëne te maken, waar we ook best wel streng op gecontroleerd worden. Kijk, als iedereen met zijn handen in de bak gaat zitten, ja, dan kun je die op een gegeven moment de hygiëne niet meer waarborgen. Dus wij zijn er altijd wel heel alert op dat mensen sowieso schepjes gebruiken, er zijn meer dan genoeg schepjes aanwezig. Ja, en dan even gauw een snoepje pakken om te proeven, ja. Ja, jongen, het komt er niet aan. Dat hoort er waarschijnlijk bij. Het is 5 jaar, hè? Wij werken nu sinds 5 jaar. Wij komen eigenlijk allebei uit een heel andere tak van sport, eigenlijk, zeg maar, mevrouw en ik. Dus sinds 5 jaar doen wij de Jaminwinkel hier in Middelburg. En we gaan binnenkort verhuizen naar een nieuw pand. Een heel nieuwe winkel. Oh, leuk. Dus ook veel groter? Ietsjes kleiner. Maar wel een heel mooie locatie. Even kijken hoor. Ik ben, voordat wij hier de Jamin begonnen, ben ik 25 jaar zelfstandig vrachtwagenchauffeur geweest. We zijn met de eigen vrachtwagen door Europa gecrossed. Vanwege de concurrentie eigenlijk ja, niet leuk meer. Mijn vrouw die had ook Joost pedicure voorheen. Heeft gewerkt bij Access for All in de Randstad eigenlijk ook. We waren eigenlijk allebei niet zo heel blij meer met onze huidige baan toen. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar iets voor ons samen. En zo zijn we er een beetje ingerold via de franchise van Jamin. Ik ben Marco Adriaans, eigenaar en chocolatier. Ja, daar hebben we echt een heleboel in. We staan hier eigenlijk al voor een heleboel soorten. We hebben het hier over single origine chocolades. We hebben het over Q-fermentation chocolades. Plantage origine chocolades. Chocolades in hoogte van bitterheid. We importeren zelf ook nog een flink aantal reepjes met bijzondere smaken. Ook origine chocolades, maar ook met hele culinaire combinaties. Bijvoorbeeld, ik heb een dark milk chocolade met porcini. Dat is een eekhoorntjesbrood. Dat is een hele culinaire reep. Vakkundig en goed in elkaar gezet. Dat zal je echt verbazen als je daar een stukje van proeft. Ik heb hier een fulltime chocolatier in dienst en we hebben wat scholieren als hulp voor hand- en spandiensten, mannetjes van alles. Maar we leveren veel aan horeca en wederverkoop, dus we hebben eigenlijk altijd wel een flinke lijst met bestellingen die weggewerkt moeten worden. En daar zetten we die allemaal in. Ik kom niet uit deze branche. Ik kom uit de horeca en dat is eigenlijk daar ben ik in opgeleid. Ik ben in dit vak beland eigenlijk via een wedstrijd dat ik wat meer met chocolade in aanraking kwam. En daar ben ik eigenlijk op verder gegaan. Ik had hiernaast een restaurant en ik had hier een restaurant. Toen heb ik de handelsnaam van dit pand verplaatst hiernaast, restaurant Peper en Zout. En toen zijn we hier de chocolaterie begonnen. Ja, het is geweldig. Het is heel divers, het is bijna eindeloos. Ja, als je naar bonbons kijkt, ik heb inmiddels 90 recepturen ontwikkeld en er zijn er altijd wel
een 30, 35 van op voorraad. We roleren daarin. Er zijn wel een aantal soorten die echt wel waar hoge vraag naar is. En dat zijn met name de Zeeuwse bonbons, de babbelaar en de bolus. Ontbijtspek is een van onze specialiteiten. Is ook een Zeeuwse bonbon met Zeeuwse spek erin. Ja, als je op die manier kijkt, 35 soorten. Maar ja, deze chocolades die verkopen we ook per 100 gram als je dat wil. Zodat je daar thuis mee kan experimenteren. Maar ja, we hebben ongevulde chocolades, breekchocolades, de geïmporteerde reepjes. We maken fotolijstjes waar we een printje in kunnen zetten. Dus het is eigenlijk het is niet even direct die producten te omvatten. U roept, wij draaien. Ja. De chocolade is van Callebaut, Belgisch. De mallen waar wij mee werken, die komen uit België, Italië, Duitsland, Turkije tegenwoordig. Daar komen hele mooie mallen vandaan. Maken we dus weer producten van of bonbons op afroep, op vraag van de klant. Wij werken ook voor de horeca bijvoorbeeld op receptuur of op vormgeving. De printen kunnen we niet alleen in een fotolijstje, maar ook op de bonbon. En dat is, even kijken. Kijk, dit is een printje, maar het kan net zo goed jouw foto zijn met Hippie Poera eromheen. Middelburgers, ja. Hier ben ik opgegroeid. Ik heb wel uitstapjes gemaakt om te leren in restaurants en heb ik wel elders gewoond. Maar Middelburg, dat is toch mijn. Daar liggen mijn roots. En Middelburg is booming. Ook het winkelcentrum leeft. En er moet wel, er wordt hard aan gewerkt. En dat blijft in stand gehouden worden. Maar, er is veel te doen en met een wat specialistische werk is het goed te hoeven hier. Het is een mooie locatie, direct naast het stadhuis. Het is prima hier. Ik ben Cas van restaurant Zeeuwsteken, de chef en de eigenaar. Zeeuwsteken is een vrij nieuw restaurant. We doen voornamelijk seafood en lokale producten. Dus groenten van de lokale boerderij, vlees van de lokale boerderij. Ja, en uiteraard veel vis en veel seafood, dat is de nadruk toch wel. Ja, we zijn nu een halfjaartje open en het gaat ook hartstikke goed. Ja, wisselend. Door de week ik denk een man of 30, 40 per dag. En het weekend rond de 100 per dag. Dus dat is, het wisselt zeg maar ook van het seizoen en qua weer, maar dat is denk ik een beetje het gemiddelde. Ja. We hebben een heel leuke share nu. Dat is eigenlijk benoemd te delen. Gezellig eten met z'n allen is dat echt. Dat is een 3-gangen menu die je aanhaalt voor 130 euro. En dat is een heel leuk menu. Dat is echt gezellig eten. Daar hou ik zelf van. Dan eet je het echt met elkaar. En dan kan je zelf aangeven wat je wel goed lekker vindt. Daar houden rekening mee. Sommige wat meer vis, sommige vlees. Dat is toch wel het share menu 3-gangen. Dat is wel het leukste arrangement wat we hebben. Daarnaast doen we ook heel veel arrangementen maken voor bedrijven die bijvoorbeeld komen lunchen of een bepaalde aanvraag hebben. Die het zakelijk willen helpen. Dus arrangementen kunnen we eigenlijk zo lang of breed maken als we zelf willen. Maar het meest toegankelijke arrangementen, wat ook gewoon in de kaart staat, is het 3-gangen share menu. Ja. In het weekend wel. En dat is eigenlijk, in het weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag, sowieso vrijdag, zaterdag, is echt druk. Dan is reserveren wel echt een must. Ja, door de week is het ook altijd fijn. Het kan gesproken door de week. Dus eigenlijk moet je wel reserveren. Dat is wel sowieso te adviseren altijd eigenlijk. Ja. Ja, we hebben altijd streek van de week. Dat is een wisselende dagvis, zeg maar. Dus lokaal aanbod, meestal Noordzee. En dat wordt echt het meest besteld. Ja, dat is ook een hele scherp geprijsde vis. Plus je krijgt ook een mooie portie en dat eet je bijna nergens voor die prijs. Dus dat is gewoon, dat is ook wel de streek van de week, hè? De Zeeuwse streek. Dus dat wordt ook het meest besteld, gelukkig. Ja. Ik heb het zelf niet gedaan. Mijn vriendin en mijn partner wel. Toevallig ga ik het volgende week doen. Dus dat is volgende week komt er een vriend van mij uit Duitsland. En dan gaan we hier een hapje eten op een vrije dag. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik het doe. Dus dat is wel een leuke vraag eigenlijk. Ja. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is de beleving als ik hier zelf zit. Ja?
Daar ben ik wel benieuwd naar, dus we gaan mee. Maar, ja. En ik kan ook niet zo goed stilzitten. En ik denk niet zeker dat ik in mijn eigen stand stil kan zitten. Maar we zullen zien. Het zal spannend worden. Ja, en we hebben ook veganistische gerechten. Bij elke gang hebben we sowieso een vegetarische en een veganistische optie. Daar is veel vraag naar. Dat loopt ook goed in het algemeen. Dus ja, dat hebben we zeker en we houden er ook echt rekening mee. Ook qua dessert. We hebben een veganistisch chocoladetaartje. Er zitten geen dierlijke producten in, ook geen ei. En dus daar houden we rekening mee, ja. Nou ja, kijk maar. Nee, we hebben een open keuken. Ja, we hebben een grote barbecue. We doen ook veel van de barbecue. Ja, hoe ziet de keuken eruit? Ik denk dat het best kan laten zien hoe die eruit ziet. Ja, het ligt eraan wat voor sterren je bedoelt. Kijk, je hebt Michelinsterren. En dan heb je er 1, 2 of 3. Maar ik zou nooit een Michelinster willen. Ik zou misschien 1 Michelinster willen als stroom op het eten. Maar dan zou ik het echt wel willen houden. Want een Michelinster geeft ook een drempel. En ik hou niet van de drempel. Ik ga zelf wel graag eten. Ik ga ook regelmatig sterrenzaken eten. Maar dat is toch een bepaald segment waar je zit. Ik heb liever dat mensen 1 keer in de maand komen eten dan dat ze 1 keer in de 4 of 5 maanden komen eten. En ik vind dat eten kan, ja, het liefst moet je elke dag eten, maar het is iets gezelligs en iets lekkers en daar moet je van kunnen genieten. Als ik het meer qua prijs-kwaliteit zou moeten inschatten hier, op basis van 5 sterren, dan zou ik het 4 sterren geven zelf. Ja, er is altijd ruimte voor verbetering, maar ik denk dat we qua prijs-kwaliteit wel echt heel goed bezig zijn. Ja. Nou, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Simon Bluis. We zijn nu in de cinema in Middelburg. Ik ben directeur en programmeur. Wij draaien arthouse films. En dat zijn klassiekers, documentaires, kinderfilms. Ja, wij zijn elke dag geopend en wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk te draaien. Liefst al 's ochtends beginnen en tot laat in de avond. De cinema heeft een hele lange historie in Middelburg. Jarenlang, maar hier zitten we nu 5,5 jaar in dit gebouw. Geweldig, het is, we groeien en we hebben door dit gebouw meer aanloop. Mensen weten het beter te vinden. En we zijn op dit moment bezig met een tweede filmzaal te ontwikkelen. In het kleine huisje hiernaast. Dus we hopen dat we nog meer mensen kunnen blij maken met mooie films. Ja. Ik kan een paar voorbeelden noemen. We draaien iedere dag films. 'S middags kinderfilms of documentaires. 'S avonds films voor volwassenen, zou ik maar zeggen. En speciale dingen, bijvoorbeeld een korte filmfestival komt eraan. 6 april, dat is heel de zaterdag. En bijvoorbeeld afgelopen zaterdag hadden wij zogenaamd open doek. Dan helpen wij jonge Zeeuwse filmmakers. Die mogen hun korte films voor het eerst laten zien en daar dingen over vertellen. Dat soort dingen, dat vinden we leuk om te doen. Het is een stichting met 2 betaalde krachten, mijn collega en ik, en voor de rest hebben wij 40 vrijwilligers. Die doen de films vertonen, die doen de kaartverkoop, de stoelen schoonmaken, de zaal stofzuigen, PR dingen, de folder maken ze, rondbrengen, social media, allemaal dat soort dingen. Dus ja. Ik zou kunnen zeggen, nog niet zo lang geleden werd het nog met spoelen gedraaid, met dat geluid. 2012, toen is het gedigitaliseerd en verder eigenlijk het principe, ja, is gewoon vertonen en in het donker zitten, dat is al jarenlang hetzelfde. Onze bioscoop heeft eerst in Schuttershof gezeten en daarvoor heeft het op de Dam gezeten en het heeft allerlei plekken al gehad. Nou ja, we hebben 90 stoelen, dus die kunnen er per voorstelling in. Het wisselt. Bijvoorbeeld laatst hadden we een dag 5 voorstellingen op een dag. Dan zijn het er meer dan 1 uiteraard. Maar het is fijn dat er heel de tijd loop is. Bijvoorbeeld zaterdag, hè, aanstaande hebben we De Slag om de Schelde, een project. Dat is ook al vol. Dus ik raad ook altijd aan om maar snel kaartjes te reserveren. Vol is vol. Alle plekken, iedere stoel heeft een ticket. En kopen. Ja, wat ik net eigenlijk al vertelde. 'S ochtends dan beginnen we vaak voor een schoolvoorstelling bijvoorbeeld. Of de techniek gaat playlisten maken.
En dan zetten ze digitaal de film klaar, dus automatische commando's dat bijvoorbeeld het licht uitgaat en de muziek begint, dat soort dingen. En ja, wordt schoongemaakt en dan beginnen de voorstellingen. En dat betekent altijd een half uur van tevoren zijn de vrijwilligers er, dan doen ze de kassa open, mensen kunnen een kaartje kopen, even wat drinken. En daarna gaat de deur dicht en het licht uit en de film aan. Nou, wat ik net al vertelde, ik wil heel graag een beetje uitbreiden. We hebben deze zaal, wat ik al vertelde, we hebben soms 5 vertoningen per dag. En we hebben veel vragen van bijvoorbeeld bedrijven en scholen van, goh, kunnen we de zaal huren? Daarom hebben we dat tweede zaaltje ontwikkeld. Dat, ik hoop dat dat in oktober draait. En dan kunnen we zeggen van, nou, u kunt daar zitten met een klein groepje of een kinderfeestje of wat dan ook. En in deze zaal kunnen we ook tegelijkertijd doordraaien. Dus meer mogelijkheden.